Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en Omgeving. Burgemeester Scholze heeft een woning aan de Antwerpse straat in Made voor drie maanden gesloten. Aanleiding was de vondst van diver, diverse soorten verdovende middelen. De politie deed eerder dit jaar een doorzoeking in het pand in het kader van een drugsonderzoek en ontdekte dat de woning gebruikt werd als opslagplaats en inpaklocatie voor handel in drugs. In de woning is bijna 70 kilo aan verdovende middelen aangetroffen, waaronder allerlei soorten pillen. Naast de maatregelen om het pand te sluiten vindt er een strafrechtelijk onderzoek met mogelijke vervolging plaats door de politie en het Openbaar Ministerie. Naast de inzet van politie en onze BOA's heeft de gemeente ook de zintuigen van onze inwoners nodig. Dus als u verdachte activiteiten in uw omgeving ziet, of ruikt of hoort, dan kunt u dit anoniem melden via 0800 7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Op zaterdag 16 september viert Stichting Behoud de Antonius Abt het tienjaarig jubileum met een speciaal programma. Zo is er die zaterdag een kinderochtend van 10 uur tot 12 uur en een extra feestelijke editie van Jazz in Abt in de middag. Tussendoor wordt er geproost op de toekomst van het oudste rijksmonument van de gemeente Drimmelen. De stichting hoopt zich nog vele jaren in te kunnen zetten voor het behoud van het gebouw. Maar ook voor het dorp Terheide door activiteiten te organiseren en geld in te zamelen. Iedereen is welkom op 16 september aanstaande om het jubileum mee te vieren. Uw kleding geeft toekomst, dus steun Sams kledingactie. Dit jaar staat de actie in het teken van de versterking van het basisonderwijs in Kamuli, Oeganda. De inzameling is in Terheide van 11 tot en met 16 september. Vrouwen van nu in Terheide heeft drie adressen waar u uw gebruikte kleding en schoeisel in kunt leveren. Uw kleding graag in gesloten plastic zakken inleveren op de volgende adressen: Hoofdstraat 161, Klaverbeemd 18 en Vliethof 49. Met uw hulp kunnen veel mensen in nood worden ondersteund en hen helpen kansen te, creë te creëren voor een betere toekomst. Doet u weer mee? Wilt u meer informatie over het werk van SAMS Kledingactie of wilt u misschien zelf als vrijwilliger voor de stichting aan de slag? Kijkt u dan eens op www.samskledingactie.nl. Voor meer informatie of de contactgegevens van de vrijwilligers kunt u bellen, appen of mailen met hun kantoor op 088 20 80 100 of 06 122 545 39 of digitaal via info@samskledingactie.nl. De gemeente Drimmelen mist nog een klimaatburgemeester voor de Nationale Klimaatweek. Inmiddels hebben door heel Nederland zo'n 150 klimaatburgemeesters zich aangemeld... voor de derde editie die plaatsvindt van 30 oktober tot en met 5 november. Net als tijdens de voorgaande edities zoekt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in alle gemeenten een klimaatburgemeester. De klimaatburgemeesters zetten zich in voor een beter klimaat. Ze zijn een voorbeeld in hun gemeente en inspireren anderen om bewuster te leven, minder CO2 uit te stoten en meer energie te besparen door hun verhaal te delen. Daarnaast organiseert de Klimaatburgemeester tijdens deze week een activiteit om andere inwoners van de gemeente te inspireren. Word jij de Klimaatburgemeester van de gemeente Drimmelen? Het Klimaatburgemeesterschap is niet alleen voor volwassenen. Ook kinderen en jongeren kunnen zich opgeven. Meer informatie over de spelregels en hoe je aan te melden vind je op www.nkw2023.nl slash klimaatburgemeester slash aanmelden. Het heeft even geduurd, maar nu is het toch definitief. De traillerie gaat door en uiteraard de kermis ook. De traillerie is op 10 september van 11 uur tot half 6 avonds. De locatie is in de Hoofdstraat vanaf de kermis tot aan de Rotonde en voor de winkels in de Polderstraat. Het is dé plek om jezelf te presenteren, mensen te enthousiasmeren om lid te worden van je vereniging, informatie over te brengen, etc. Voor verenigingen, clubs, winkeliers die met de traerie mee willen doen, een kraam kost 35 euro en aanmelden kan bij Jan.harmonieterheide.nl. De kermis wordt geopend door de slagwerkgroep van de Harmonie ter Heide op zaterdag 9 september om 2 uur s middags. En duurt tot en met dinsdag 12 september. Op maandag 11 september is het weer stille kermis van 5 tot 6 uur in de middag. Voor die mensen die ook graag naar de kermis gaan, maar door allerhande oorzaken niet tegen te veel lawaai en prikkels kunnen. Het beloven weer leuke en gezellige dagen te worden met Voor Ieder Wat Wils. Het college van Burgemeesters en Wethouders heeft deze week ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Molenweel Ter Heide. Hiermee wordt de bouw van 61 woningen mogelijk waar men in Ter Heide al lang op zit te wachten. Het ontwerpbestemmingsplan ligt zes weken te inzagen. Het gebied Molenweel ligt tussen de Lageweg en de Vaartkantse Vliet in Ter Heide en grenst aan de zuidkant aan de Vliet achter een aantal woningen aan de Schapenbogert. Hier komen woningen voor verschillende doelgroepen. Ontwikkelaar Zwaluwe Ontwikkeling BV uit Hoge Zwaluwe gaat hier 14 goedkope, 19 betaalbare en 28 dure woningen realiseren. Van de 61 woningen worden er 40 levensloopbestendig. Het stedenbouwkundig plan haakt aan op bestaande landschappelijke en cultuur, cultuurhistorische waarden zoals de hiervoor genoemde vliet- en bomenrijen. De inrichting van de openbare ruimte gebeurt natuurinclusief en klimaatadaptief. Alle woningen worden energiezuinig gebouwd. 23 september is er in Hoge Zwaluwe weer een kledingbeurs van 11 uur s ochtends tot 3 uur s middags. Deze vindt plaats in de rank, Prinses Margrietstraat 50A. Het doel is het onderhoud van het kerkgebouw en de rank. Te koop is er tweedehands kinderkleding en volwassen kleding met prijzen tussen de 50 cent en 9,50 euro. En daarnaast is er ook nieuwe dameskleding te koop met hoge kortingen. U kunt uw kleding in de rank inleveren op 20 september tis tussen 3 en 5 uur smiddags en op 21 september van 3 tot 5 uur smiddags en van 7 tot 8 uur s avonds. Er is behoefte aan opvangplekken voor asielzoekers in Nederland. Alle gemeenten moeten hier een bijdrage aan leveren. De gemeente Drimmelen gaat hiermee aan de slag. In september start de zoektocht naar huisvesting voor asielzoekers. Het college van BNW heeft eerder al laten weten dat ze samen met inwoners de zoektocht naar kleinschalige locaties wil voltooien met een drietal inwonersavonden. Op maandag 25 september in de Meiboom in Maden, maandag 2 oktober in de Zonzeel in Hoge Zwaluwe en woensdag 4 oktober in de Gouden Leeuw in Terheide. Tijdens deze avonden wordt inwoners gevraagd criteria mee te geven waar een locatie voor asielzoekers aan moet voldoen. Met deze criteria gaat een werkgroep van inwoners en medewerkers van de gemeente op zoek naar locaties. En in december neemt het college dan een besluit over de locaties. Wilt u meedenken en meedoen, kom dan naar een van de inwonersavonden op bovengenoemde data. Stuur een e-mail naar asieldrimmelen.nl en geef daarbij aan op welke avond u aanwezig bent. Ook als u vragen heeft, kunt u deze stellen via dit e-mailadres. Voor inwoners. Die niet in de gelegenheid zijn om naar een inwonersavond te komen, richt de gemeente een digitaal platform in. Op de website wijzijndrimmelen.nl leest u bovendien alle informatie over de zoektocht. In het kader van Wereld-Alzheimerdag organiseert Alzheimer Café Drimmelen een gezellige dag voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en overgeblankstellenden. Aangezien het thema samen aan tafel is, zal de dag bestaan uit muziek, samen eten en drinken en elkaar ontmoeten. De bijeenkomst vindt plaats op 22 september bij Zorgboerderij Levensvreugde te Den Hout van 11 uur s ochtends tot 3 uur s middags. Deelname is gratis, maar in verband met het beperkt aantal plaatsen is aanmelden verplicht. Graag bij aanmelding uw dieetwensen doorgeven. En aanmelden kan via m.wilting-borm@alzheimervrijwilligers.nl of telefonisch op nummer 06 156 845 44. En dit was weer Drimmelen Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere onderwerpen die interessant zijn voor u klaar. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen en wij zijn ook te volgen op... Op maandag en dinsdag in de ochtend van half elf en om half twaalf. Op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel.